Welkom allemaal bij de opening van de Week van de Toegankelijkheid. Ik ben René Tuinman. In het dagelijks leven ben ik persverlichter bij iedereen. Maar vanmiddag ben ik jullie presentator en gastvrouw en neem ik jullie mee. Eigenlijk langs van alles wat er overal in het land gaat gebeuren de komende weken. We hebben een live uitzending waarbij we in gesprek gaan met iedereen in het land over allerlei verschillende vormen van toegankelijkheid en hoe dat op zijn mooiste gevierd wordt. Voor mensen voor wie dat belangrijk is, probeer ik ook zo hier en daar een beschrijving te geven van het beeld, een audiodescriptie. En zo zit ik hier in een normaal grijs kantoorpand van iedereen. Dat omgebouwd is tot televisiestudio, waardoor we sfeerlicht hebben en een kamerplantje op de achtergrond. En verder kun je dit programma ook volgen via de tolk Nederlandse gebarentaal Marjolein van Roekel. En wordt het ook van tekst voorzien door schrijftolk Wieke Romeinders. Dus dat is wat we gaan doen hier, de Week van de Toegankelijkheid openen. En het is de 21ste keer dat we de Week van de Toegankelijkheid organiseren. En het thema is uit en thuis. En naast mij is gelukkig aangeschoven directeur van iedereen, Ilja Soffer. Ilja, welkom. 21 keer de Week van de Toegankelijkheid. Is Nederland nou nog steeds niet toegankelijk? Ja, je zou zeggen als het de 21ste verjaardag is, dat de toegankelijkheid meerderjarig is geworden vandaag. Maar toegankelijkheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. En eigenlijk is dat ook niet zo gek. Want vroeger was het eigenlijk zo ontzettend normaal dat mensen met een beperking of met een chronische ziekte, zeg maar, uit de samenleving waren. En naarmate mensen minder in beeld zijn, wordt er ook minder voor hen geregeld. Nou, gelukkig zijn we veel verder met het thema toegankelijkheid op de agenda zetten. Maar het blijft zo dat als je kijkt naar websites of naar winkels of naar horeca of naar de natuur, dat het nog lang niet gewoon is dat mensen met een beperking overal in kunnen. En het vervelende is dat als je er niet bent, dat er ook niet rekening met je wordt gehouden. Nou, die vicieuze cirkel, die proberen we te doorbreken. En wat gaat er dan allemaal gebeuren? Wat doen we in de Week van de Toegankelijkheid? Nou, de Week van de Toegankelijkheid heeft een traditie van oorspronkelijk dat mensen op kantoren gingen bedenken wat er allemaal van belang was voor toegankelijkheid. Maar inmiddels, in de afgelopen jaren en na COVID eigenlijk helemaal, zien we dat in het hele land, in allerlei gemeenten, organisaties, initiatieven ontwikkelen om hun steentje bij te dragen aan toegankelijkheid en te laten zien wat ze op dat gebied doen. In de breedte van het woord, hè, voor mensen die blind zijn of slechtziend of slechthorend of doof of een functiebeperking hebben of een verstandelijke beperking. Overal in het land gebeuren dingen. En het leuke is dat dit keer het thema niet is, oh, het is allemaal zo moeilijk en het moet en het kost geld. Maar het is leuk, je kan van elkaar leren en samen maken we het veel sterker. We hebben natuurlijk best een zware tijd achter de rug. Heel veel mensen hebben het gevoel van, nou, ik kan er weer op uit. Maakt dat alles ook weer toegankelijk? Nee. Het is natuurlijk niet zo dat nu er flinke versoepelingen zijn. Iedereen met een beperking of chronische ziekte vanzelfsprekend weer kan meedoen. Het is zelfs zo dat het voor sommige mensen eigenlijk nog heel zwaar is en onveilig en zoeken, hè, als je nog niet goed beschermd bent door je vaccinatie, bijvoorbeeld vanwege je ziekte. En ook dat alle regels in het openbare leven nu weer anders zijn. Het kan ook zo zijn dat als iedereen weer binnen die anderhalve meter met elkaar op kluitjes gaan zitten, dat mensen die voorheen eigenlijk goed hun weg konden vinden, nu ineens niet meer de supermarkt in kunnen. Dus het is van belang om je bij alles wat je doet, in elke situatie waarin we zijn, dus ook nu met versoepelingen, ook na te denken van hoe maken we nou die nieuwe samenleving ook weer toegankelijk? En wat hebben we geleerd van die periode van COVID, waarin ook heel veel mensen met een beperking juist wel konden meedoen, omdat ze niet overal naartoe hoefden. Maar hoe doe je dat dan? Want hoe weet je nou wat er nodig is? Nou ja, er is eigenlijk maar één manier waarop je te weten komt wat er nodig is. En dat is als je net het motto niets over ons zonder ons rechtvaardigt. Dus dat betekent dat je geen beleid, geen uitvoering, geen plan, geen gebouw, geen straat, geen winkel
kan, geen website kan ontwerpen of maken of verbeteren zonder daar de stem van mensen met een beperking zelf in mee te nemen. Want zij weten hoe het is om een beperking te hebben. Als ik ga verzinnen hoe het is om geen benen bijvoorbeeld te hebben, kom ik vast op een heleboel goede dingen. Maar ik denk dat ik ook 1000 dingen vergeet. En daarom is het zo belangrijk om in de volle breedte van allerlei soorten beperkingen mensen met een beperking of chronische ziekte te betrekken bij alles wat hen aangaat. Hartstikke mooi. Kijk, daar zijn we dus dagelijks mee bezig. Wat denk jij dat deze week van de toegankelijkheid gaat brengen? Waar kijk je naar uit of waar hoop je op? Nou, wat ik altijd het leukst vind, is eigenlijk wat ik net ook al zei. Dat het eindelijk eens een keer gewoon leuk is. Ja. En wat je hoopt is dat doordat het ook wel bijna een heel klein beetje sexy begint te worden om bezig te zijn met toegankelijkheid. En dat zie je op allemaal plekken toch gebeuren. Ook bijvoorbeeld op ontwerpersopleidingen. Jonge mensen zijn ook bezig om nieuwe toepassingen te verzinnen. Ik hoop eigenlijk dat die week van de toegankelijkheid door het hele land weer even het vuurtje aansteekt om te laten zien dat het leuk is, maar ook dat de impact van het goed doen zo ontzettend groot is voor zoveel mensen. Want we denken wel dat wij geen beperking hebben en zij wel. Maar dat is gewoon niet waar. Uiteindelijk worden we allemaal hartstikke beperkt, hè? Hoe ouder we worden. Maar in de volle breedte is het gewoon echt zo dat ongeveer de helft van alle mensen gedurende het leven, periodes of langdurig, beperkingen ondervindt. Psychisch of cognitief of met een functie van jouw lichaam. En hoe beter we het doen, hoe meer mensen er kunnen meedoen. En dat hoop ik dat die week weer even laat zien. En ook laat zien dat dat vooral ook leuk is en impact heeft. Heel erg bedankt. Dankjewel, Uja Soffer. En om te kijken hoe het allemaal gaat, beginnen we eens even in Den Haag. Want het Nationale Theater, die zijn al een heel eind op weg met toegankelijk theater. Saartje Oldenburg en Willemijn Haasken zijn daar programmamakers. En daar hebben ze een project lopen, Theater Onbeperkt. En voor eigenlijk gaan zij even vertellen wat dat betekent en wat daar de impact van is. Dus Willemijn, take it away. Hallo, dankjewel. Ik ben dus Willemijn Haasken, projectleider van HNT Onbeperkt. En HNT Onbeperkt is het programma van het Nationale Theater. En over de invulling daarvan zal ik zo meteen wat meer vertellen. Ik wil eerst heel graag het woord geven aan mijn collega. Die zit nu hier volgens mij aan deze kant van mij. Saartje Oldenburg, de initiatiefnemer van HNT Onbeperkt. Ja, dankjewel Willemijn. Ik ben Saartje Oldenburg. En in 2018 heb ik binnen het Nationale Theater het initiatief genomen om het programma HNT Onbeperkt te ontwikkelen. Geïnspireerd op mijn eigen ervaring hoe het is om na een intensieve revalidatietraject terug te keren bij het theater. Met een fysieke beperking en een grote beperking in energie door niet aangeboren hersenletsel. HNT Onbeperkt heeft tot doel gesteld om theaters van het Nationale Theater en de voorstellingen en de organisatie voor mensen met een beperking toegankelijk te maken. Bij de start van HNT Onbeperkt hebben we gewerkt aan de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen, de klantreis en 3 programmalijnen uitgezet. Voor mensen die doof en slechthorend zijn, voor mensen die blind en slechtziend zijn en voor mensen met een hoge prikkelgevoeligheid. Altijd met als doel om samen met ander publiek voorstellingen en contextprogramma's te bezoeken. Dus niet exclusief, maar voor iedereen. En inmiddels hebben we ook een lijn voor kinderen met een beperking. Fysiek, meervoudige handicap, doof of blind. En dit jaar hebben we voor het eerst met acteurs met een verstandelijke beperking gewerkt. Voorstellingen maken we toegankelijk door het inzetten van gebarentolken, schrijftolken, audiodescriptie en door het faciliteren van stilteruimtes. En dit doen wij altijd samen met gespecialiseerde instanties zoals Stichting Komt Het Zien, Theater met Tolk en Stichting Onbeperkt Genieten.
willen graag een filmpje laten zien dat goed illustreert wat we doen. Voor degene die het niet kan zien, leg ik van tevoren even uit wat er gebeurt. Het filmpje is opgenomen in de foyer van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En eerst vertelt Arlette Hansson over het werk van Stichting Komt Het Zien. En daarna vertellen mensen uit het publiek over hun ervaring tijdens de voorstelling. En terwijl zij spreken zijn er beelden te zien van hoe mensen naar hun plek in de zaal worden begeleid, hoe de apparatuur werkt en beelden van een meet and feel. En dat alles wordt afgewisseld met scènes uit verschillende voorstellingen van het Nationale Theater. Er komen ook beelden voorbij van een poëzieprogramma in zaal 3 met gebarentolken. En u hoort daarover de ervaring van een bezoeker. En de stem die u hoort is van een tolk Nederlandse gebarentaal. De blinde mensen willen we een beleving meegeven van de voorstellingen. En dat doen we door andere zintuigen te laten gebruiken. Dat betekent dat we voor de voorstellingen een meet and feel organiseren. Waarin we al vertellen, beschrijven hoe het decor eruit ziet, hoe de kostuums eruit ziet. Waar mensen al de stemmen van de acteurs kunnen horen. Zodat ze weten welk geluid bij welke acteur hoort. En dan tijdens de voorstelling is er live audiodescriptie. Dat betekent dat een blinde tolk beschrijft wat er allemaal te zien is op het toneel. Ja, het was heel fijn om die toegevoegde waarde te hebben tijdens de voorstelling. Want er gebeurt toch heel veel toch op toneel. Ondanks dat je goed voorbereidt, gebeurt er veel. En het is toch fijn om net even die extra informatie te krijgen. Ik dacht van tevoren dat dat al storend zou worden ervaren. Maar het is echt totaal niet het geval geweest. Ja, dan kom je hier en dan merk je dat er eigenlijk allerlei mensen voor je klaarstaan en middelen zijn om toch zo'n theatervoorstelling als een onvergetelijke belevenis te laten ervaren. De voorstelling vanavond was met gebarentolken en ik vond dat kon ik heel goed volgen. Ik vond het echt top. HNT is eigenlijk laat zien dat alle mogelijkheden er zijn. Er zijn ideeën en gedachten zijn altijd welkom. En er wordt ook echt serieus over nagedacht over verschillende doelgroepen. Maar het Nationaal Theater probeert ook tolken in te impliceren in het theater en niet zeg maar alleen passieve tolken zelf. En dat vind ik heel erg mooi. Je maakt het zoveel meer mee dan als je alleen maar op het geluid af moet gaan en alleen maar de dialoog kunt volgen. En nu wordt er zoveel meer verteld en ik vond het echt een hele mooie toevoeging. De afgelopen jaren hebben we heel veel ervaring opgedaan over onze gebouwen, over de specifieke benodigdheden, hulpmiddelen en de enorme diversiteit waar mensen wel of geen behoefte aan hebben. Vanaf de start hebben we intensief samengewerkt met mensen die verschillende beperkingen hebben en daarnaast met gespecialiseerde organisaties om ons verder op weg te helpen. Deze opgedane kennis delen we op onze website op onze inspiratiepagina's. Een van de grootste lessen bleek te zitten in een heldere en volledige informatievoorziening. Bijvoorbeeld de Koninklijke Schouwburg is een van onze locaties. Dat is een monumentaal pand uit 1804. En dat brengt obstakels met zich mee, waardoor dit gebouw nooit 100% toegankelijk wordt. Wat we wel kunnen doen, is daar zo helder mogelijk over communiceren en zoveel mogelijk informatie vooraf bijvoorbeeld op de website geven, zodat iemand zelf kan zien wat er mogelijk is. Dit in combinatie met een open ontvangst door ons personeel met de juiste aanspreekvormen en wordt gebruikt, levert een bijdrage in de toegankelijkheid van het Nationale Theater. En we realiseren ons erg goed dat toegankelijkheid enorm kan verschillen per bezoeker. Daarom blijven we zoeken naar mogelijkheden. En we proberen zo goed mogelijk mee te denken, want de ervaring leert dat er gewoon veel meer mogelijk is dan je denkt. Ons streven is om iedereen zo zelfstandig mogelijk te kunnen ontvangen en van theater te laten genieten. En op welke manier wij werken aan die toegankelijkheid ligt Willemijn toe aan de hand van een aantal voorbeelden. Ja.
Want met het HNT Onbeperkt programma bieden we verschillende soorten aanbod. Zo hebben we aanbod aangepast voor mensen met een beperking, zoals zojuist te zien en te horen was in het filmpje, door de inzet van toegankelijkheidsmiddelen voor mensen met een zintuigelijke beperking. En voor mensen met een hoge prikkelgevoeligheid starten we dit seizoen met iets nieuws. We gaan de ontvangst aanpassen. En daarvoor hebben we een van de klassieke foyers van de Koninklijke Schouwburg ingericht als rustruimte. En we bieden prikkelarme plekken op het eerste balkon. En dat gaan we voor het eerst doen bij een voorstelling van Herman van Veen op 12 december. Dan hebben we aanbod over en door mensen met een beperking. Zoals bijvoorbeeld de voorstelling Zenuwslopend van Ilse Oostvogels. Die gaat over MS en wordt gespeeld door acteurs met MS. Deze voorstelling is te zien op 26 oktober in Theater aan het Spui. En dan hebben we de volledig inclusieve projecten, waar de focus op het experiment ligt. Het uitproberen van verschillende vormen en de integratie van toegankelijkheidsmiddelen, zodat deze onderdeel worden van een voorstelling. Zoals bijvoorbeeld de voorstelling Jerma van het Nationale Theater. Die is bij ons op 26 en 27 november te zien in Den Haag. En bij deze voorstelling integreren we de audiobeschrijving voor blind en slechtziend publiek. En de audiobeschrijving wordt dan naast praktische noodzaak ook een artistiek onderdeel van de voorstelling. En dat doen we door de beschrijving bijvoorbeeld vanuit een personage te vertellen. Ook organiseren we in de herfstvakantie tijdens de festival De Betovering een werkplaats voor kinderen die kunnen horen en kinderen die doof of slechthorend zijn. En in die werkplaats werken zij met een dove en een horende theaterdocent samen naar een voorstelling toe. Wij hopen dat het Nationale Theater een bijdrage kan leveren aan echte inclusie. Dat mensen met een beperking geen liefdadigheidsproject of zorgvraag blijven en dat nieuwe artistieke mogelijkheden de kans krijgen om ontwikkeld te worden. Wij streven ernaar dat alle mensen zich in ons theater herkennen, gewaardeerd voelen en dezelfde kansen krijgen. Dankjewel iedereen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week van de toegankelijkheid en ik hoop tot ziens in ons theater. Dankjewel Saartje en Willemijn voor jullie bijdrage vanuit Den Haag. De afgelopen week organiseerden wij een prijsvraag voor, eigenlijk voor kaartjes voor een gratis toegankelijke theatervoorstelling in Den Haag. En daar hebben we heel veel reacties op gehad. Er was alleen één die daar echt met kop en schouders bovenuit stak. Maria Baltag die vulde de zin aan: ik wil graag naar een toegankelijke voorstelling van het Nationale Theater. Om dat aan ik heb met corona de eenzaamheid tot in mijn botten gevoeld. Nou, dat voelden wij allemaal ook toen wij dat lazen van haar. Dus Maria, na de uitzending nemen we contact met je op. En dan mag jij naar een van deze toegankelijke voorstellingen waar Willemijn en Saartje het net over hebben gehad. En dan denk je misschien, ja, leuk hoor, week van de toegankelijkheid, weer al die dingen in het Westen. En in het Westen kunnen ze het allemaal zo goed. Weet je waar ze er ook wat van kunnen? In Leeuwarden, in Friesland. En daar weten ze ook hoe ze met toegankelijkheid moeten omgaan. En of ze daar hebben ze ook mooie initiatieven om het onderwerp toegankelijkheid in al haar kleuren onder de aandacht te brengen. Ik ga daarover in gesprek met Hilda. Hilda Snippen, zij is de voorzitter van de werkgroep toegankelijkheid bij de gemeente Leeuwarden. En ze zit ook als ervaringsdeskundige in de gemeentelijke taskforce toegankelijkheid van de gemeente Leeuwarden. Dat is echt een hele mond vol, Hilda. Goedemiddag en welkom. Waar ben je op dit moment? Ik zit netjes thuis, zoals het hoort. ik woon in Leeuwarden en... ik heb geen kantoor of zo, dus ik zit gewoon gezellig in de woonkamer. En jullie hebben geen kantoor, maar wel een hele volle agenda in de week van de toegankelijkheid. Wat gaan jullie allemaal doen? Ik ben hier nu natuurlijk en we hebben donderdag, aanstaande donderdag 7 oktober, dan hebben we eerst 's ochtends een workshop die georganiseerd door de werkgroep is georganiseerd met Kees-Jan van de Klooster, die een rolstoelvaardigheid... Dat is een oud Paralympiër die nu trainingen geeft over rolstoelvaardigheid.
En ik zal even mijn bril laten doen. ik zie het toch niet. die geeft rolstoelvaardigheidstrainingen. En dat is om meer, ja, om meer mensen meer vertrouwen te krijgen in wat ze wel met een rolstoel kunnen. En je merkt zelf heel vaak dat mensen dan zoiets hebben van, oh, dat is eng en lastig. Maar dat vonden we wel van belang, dat het ook voor mensen met een beperking iets leuks te doen viel, net als wat Ilja net aangaf. En 's middags hebben we een bijeenkomst of een conferentie, hoe je het maar noemen wil. en dat gaat eigenlijk naar aanleiding van de taskforce met over de toegankelijkheid in Leeuwarden. Die hebben we ook genoemd Uit en Thuis. Dus we hebben aangesloten bij het thema van de Week van de Toegankelijkheid. Heel goed. En dat, zo hoort het ook, vind ik. En wij hebben in 2020 is in Leeuwarden de lokale inclusieagenda aangenomen door de Raad. En sindsdien hebben we eigenlijk met de taskforce steeds de taak om, om dat steeds breder en duidelijker te maken. En één keer in de twee jaar ongeveer hebben we dan een gezamenlijke bijeenkomst. En dat is een bijeenkomst voor zowel de wethouders als voor raadsleden, als voor mensen met een beperking, mantelzorgers, sportverenigingen, nou voor iedereen. Leeft het daar een beetje, Hilda, toegankelijkheid in Leeuwarden? Dan moet je, dat vond ik wel treffend wat Ilja net zei. Je moet wel zichtbaar zijn. En als je niet zichtbaar bent, en vooral in de periode van corona, dan ben je dus niet meer zichtbaar. Dus gebeurt er ook veel minder. En wij hebben gemeend om toch weer meer zichtbaar te willen zijn. Daar zijn we eigenlijk mee gestart, alweer een paar weken terug. Toen hebben we met 14 raadsleden een beperkte route gelopen door de stad. Dat heeft best heel veel aandacht gekregen, zowel door de raadsleden ook als door het andere publiek. Om hunzelf te laten ervaren wat het is om met een rolstoel door je eigen stad te gaan. Hoe was dat? Lastig. Ja. Ja, we hadden mensen in een rolstoel, een aantal raadsleden in een rolstoel. Het grappige was, ze mochten de beperking niet vooraf kiezen. Dus ze konden ook blind zijn of net echt, ja. In een rolstoel. Ja. Dus dat was al best wel spannend. En dat vonden ze ook allemaal wel heel spannend. En toen hebben we dus een route gelopen van 6 minuten, wat Google aangeeft. En waar ik met iemand liep met die geblinddoekt was, met een taststok, hebben we over datzelfde stuk een half uur gedaan. Dus dat zegt eigenlijk genoeg. dat is dus een eerste aanzet geweest. En nu met deze conferentie op de 7e, daar hebben we heel veel verschillende vormen van workshops. Dat gaat over sport. We proberen altijd eigenlijk wel om een beetje actuele situaties mee te nemen daarin. En het lokale sportakkoord kan daar meer aandacht krijgen. Maar ook van hoe kom je überhaupt binnen als je een beperking hebt. Maar ook hoe is de informatievoorziening. Dus dat proberen we heel breed. Ja. Ja. Daar hebben we het dus over sport. Maar we hebben het ook over de onafhankelijke cliëntondersteuning. En dat is een punt van aandacht. Ook wat iedereen heel erg mee bezig is. En dat we zoiets hebben hadden ze van, hoe zit dat met de WMO en die OCO, onafhankelijk cliënt ondersteunen. Dus daar gaan we gesprekken mee aan, zowel met ervaringsdeskundigen als met beleidsmedewerkers van de gemeente. Bij sport is bijvoorbeeld een wethouder ook bij, wat ik al zei, Kees-Jan van der Klooster, die is toch in de house, dus die mag ook meedoen. Hartstikke mooi. En Hilda, wat hoop jij, wanneer is het voor jou een geslaagde week? Wanneer het voor mij een geslaagde week is, dat er meer praktisch activiteiten worden genomen. Zowel door onder andere sportverenigingen die ons weten te vinden. De zichtbaarheid van de mensen met een beperking. We hebben bijvoorbeeld ook een workshop over de waarde van ervaringsdeskundigheid. Dat proberen we heel duidelijk uit te dragen hier. Van dat je dus die ervaringsdeskundige nodig bent. En dat hoop ik eigenlijk wel op te halen. Dat mensen dan zoiets hebben van, daar moeten we echt samen mee aan de slag. Precies, en dat gaat ons ook wat brengen.
Dat hoop ik wel. Nou, hartstikke mooi. Hilda Snippen, live uit Leeuwarden. Dank je wel voor deze bijdrage. En een hele mooie week van de toegankelijkheid gewenst. Ja, en je mag langskomen. Ah, oh, leuk. Ja, meld je aan. Elke kans die ik heb. Dank je wel. Dank je wel. Nou, dat was... ik zei toch dat ze daar goed bezig waren in het noorden. En ondertussen Jos Dekker al zie ik al hangen in de Zoom. Ik weet niet wat jullie precies zien. En ik zie haar in elk geval al groot op het scherm. Zij is een van de leden van het superteam. En dat is een groep mensen die bij elkaar is gebracht om in gemeentes door het hele land te kijken. Rondom de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente. Wat nou de meest toegankelijke gemeente is. En Jos, hoe kijk je nou wat de meest toegankelijke gemeente is? Nou, wij hoeven gelukkig zelf niet het oordeel te bepalen wat de meest toegankelijke gemeente is. Dan hebben we eerst, mensen hebben eerst een gemeente kunnen beoordelen, daar dan op een aantal gemeentes kunnen stemmen. En daar bepaalt uiteindelijk de vakjury dan uit wat de meest toegankelijke gemeente is. Maar wij hebben wel daarmee hele mooie initiatieven kunnen zien die de gemeentes al deden. En dat was heel mooi om te zien, want ik hoop heel erg dat door dat te laten zien, dus door hoe je bijvoorbeeld mensen kunt betrekken in projecten of hoe je zelf dingen kan opstarten, zoals een clubje waar mensen die gebruik moeten gaan maken van een elektrische lichtfiets of een scootmobiel, maar dat spannend vinden, die daardoor door andere ervaringsdeskundigen er les in krijgen, zodat ze zelf veel meer weer uit het isolement komen en weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dus dat was heel mooi om te zien, bijvoorbeeld. En hoe kwam jij nou in dat superteam terecht? Ze hebben me gebeld. Nee, ze hebben me gemaild. Ze hebben me via Twitter een berichtje gestuurd. Ze hebben me via Instagram een berichtje gestuurd. En ik ben niet zo goed in reageren op berichtjes, maar toen op een gegeven moment hadden ze me toch te pakken. Hartstikke goed. En een goede aanwinst. Waar gaan gemeenten nou vaak de mist in? Wat zag jij nou echt, of ook wel vaker terug? Waar het mis in gaat, is dat mensen hele goede dingen kunnen bedenken, maar vergeten dat zij niet de doelgroep zijn en die erbij te betrekken. Dus je kan een fantastisch plan hebben om iets toegankelijk te maken, maar vraag iemand die bepaalde beperking heeft en je weet pas wat echt toegankelijkheid is. Dus inderdaad, het is heel leuk dat er wat de mevrouw uit Leeuwarden vertelde, een route dat je kon voelen hoe het is om bijvoorbeeld in een rolstoel door je eigen stad te gaan. We hebben ook in Oude IJsselstreek een burgemeester meegemaakt die in een rolstoel zit. Nou, dan weet je pas echt hoe het is. En dan merk je dat daar dus ook veel meer aandacht aan gaat. Omdat als het iets is wat niet op de voorgrond staat bij je, dan ben je er niet bewust van bij elke drempel of bij elk ding wat hard geluid maakt, of voor welke beperking iemand ook heeft. Dus als je mensen erbij betrekt die zelf de beperking of de dingen nodig hebben, dan kom je tot een veel beter en duurzamer plan. Ja, en het woord toegankelijkheid valt natuurlijk ongeveer, ik denk, dat is ook nog leuk om te turven, deze webcast, hoe vaak gebruiken ze het woord toegankelijkheid? Maar het is een woord dat heel veel betekent voor heel veel mensen. Wat betekent het voor jou? Nou, ik kan overal naar binnen stappen en ik kan in principe alles doen. Alleen zijn er dingen, want ik heb autisme en ADHD, die mij meer energie kosten. Dus wat voor mij helpt bij toegankelijkheid is dat dat duidelijkheid bijvoorbeeld heel belangrijk is. Dus dat je kan kijken van tevoren hoe iets in elkaar zit. Maar vooral, ik heb weinig last van bijvoorbeeld toegankelijke ruimtes. Of een theater kan ik heel goed naartoe gaan. Ik sta er alleen liever zelf op. En zo zijn, maar bijvoorbeeld met dingen die je moet regelen, heb ik weer veel meer moeite. En ik kom heel goed over en ik kan heel goed praten, waardoor niet wordt ingezien dat er ook dingen zijn waar ik moeite mee heb. Dus als er ook bijvoorbeeld binnen een gemeente bij de WMO ervaringsdeskundige mensen zijn, zijn dat soort gesprekken, wordt het veel makkelijker en ook goedkoper en duurzamer, omdat je uiteindelijk heb je gewoon de hulp nodig die je nodig hebt. Want als je die niet krijgt, dan zijn er weer andere aspecten waar je meer last van gaat krijgen. En zal uiteindelijk de kosten alleen maar oplopen. Dus daarom denk ik dat het zo goed is dat toegankelijkheid is, dat iedereen overal bij betrokken wordt. En wanneer heb jij je echt ergens heel erg welkom gevoeld? Dat je dacht van, nou, als ze hier niet aan mij hadden gedacht, dan had ik dit niet gekund. En nu voel ik me helemaal part of iedereen.
Nou, ik zit bij de BKW. Dat is een campagnebureau die ook mede de meest toegankelijke gemeenteverkiezing organiseert voor de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Maar daar zit ik nu ook bij de academie van dit jaar. En daarmee volgen we de politiek. Zijn we naar een Duitslandreis geweest vorige week, of 2 weken terug, om daar de Bundestagwahlverkiezing te volgen. En daar geef ik van tevoren duidelijk aan dat ik een zonnebril draag, omdat ik niet tegen het licht kan. Dat eten voor mij heel lastig is, maar dat als ik 5 dagen niet eet, geen enkel probleem is. Maar dat de kans dat ik beter, dat ik goed eet, groter is als zij geen commentaar geven op mijn eten. Dus nu, als ik daar uit eten was, had ik gewoon mijn koptelefoon op omdat het druk was. En het enige wat gevraagd werd over mijn eten was of ik al klaar was zodat zij het verder konden opeten. Dus omdat ik mij niet anders hoef te gedragen, dus omdat ik niet de hele tijd om me bezig te zijn dat ik hetzelfde gedraag als hun, kan ik er veel bewuster bezig zijn met mijn energie bewaren en met gewoon een hele fijne, leuke tijd hebben. Geweldig. Nou, aankomende donderdag, dan wordt de week van de meest toegankelijke gemeente wordt dan gepresenteerd. Kan je al iets weggeven over wie het wordt? Nee, daar kan ik helaas nog niets over zeggen, maar het is wel echt een hele spannende race. En ik ben heel benieuwd wie eruit komt. En ik ben er zelf ook bij om het dan mee bekend te maken. Nou, hartstikke leuk. Jos, ontzettend bedankt voor nu. En een hele goede week voor de toegankelijkheid gewenst. En ja, graag, dankjewel. Nou, tot donderdag. Ja, tot donderdag. Doei. Dat was Jos Dekker, dames en heren. En voor iedereen die wat later inschakelt, je denkt, waar ben ik nou in terechtgekomen? In de opening van de Week van de Toegankelijkheid 2021. Het is de 21ste keer dat we de Week voor de Toegankelijkheid organiseren. Tijdens een feestje hoort eigenlijk, bij een feestje hoort eigenlijk ook altijd een beetje muziek. En daar gaan we dan ook voor zorgen. En om muziek toegankelijk te maken, kan je voor mensen bijvoorbeeld die geen muziek kunnen horen, gebruik maken van een tolk gebarentaal, een muziektolk. En wij hebben dan ook even tijd voor een liedje. Het is niet zomaar een liedje, maar het nummer Sky on Fire van de Hanse Poets. En dat is dan vertolkt door de dove muziektolk Theo Stoop. En even voor iedereen die het filmpje niet kan zien en alleen de muziek hoort. Theo staat voor een muur in een legergroen t-shirt. En hij gebaart zowel het ritme als de tekst voor dit nummer. Veel plezier. Het is natuurlijk wel een live programma. Mensen die dit later terugkijken op YouTube, die denken van helemaal niet live. Maar op dit moment is het live en dan gaat er ook wel eens wat mis. We hoorden wel de muziek, maar we zagen nog steeds Theo niet. We hebben Theo inmiddels gevonden. En als het goed is, zien we nu ook Theo Stoop met zijn vertaling. Hanse Poets. In the day.
En zo zie en voel je Sky on Fire van de Handsome Poets. Dat was Theo Stoop. We gaan even door met het programma. We kijken naar de opening van de Week van de Toegankelijkheid 2021. En na een rondje Nederland, alle uithoeken, zijn we nog niet in Hilversum geweest. En dat is de hoogste tijd. Daar spreken we met twee mensen van de LFB. Marjolein Schoen. En daarbij wordt daarbij ondersteund door Maud Verheij. En zij hebben ook een heel vol programma. Het gesprek gaat voor iedereen die bijvoorbeeld het beeld niet kan zien. Via de stem van Marjolein komt via de spraakcomputer van Marjolein. Dus dan heb je een ander geluid dan een normale stem misschien. Maar zij heeft alles bedacht wat zij gaat vertellen. En ik wil heel graag even met haar in gesprek. Welkom Marjolein en Maud. Wie zijn jullie? Hallo, ik heet Marjolein Schoen. Ik werk voor een organisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking, de LFB. En ik ben haar collega Maud Verheij. Maud konden we op het laatst niet zo goed horen, maar dat is op het laatst hoorden jullie Maud. En ik wil eigenlijk van jullie weten, wat gaan jullie eigenlijk doen in de Week van de Toegankelijkheid daar in Hilversum? We gaan een legale kroegentocht houden door Hilversum om de toegankelijkheid te toetsen. Dat klinkt als een heel goed plan. Ja, het moet sexy worden deze week. De sexy week van de toegankelijkheid. Ja. En waarom is het belangrijk, vind je, Marjolein? Omdat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen. En niet alleen online, maar ook echt iedereen een café kan bezoeken. Of je nou in een rolstoel zit, een beperking hebt, een mentale beperking, verstandelijke beperking. Voor iedereen die dat minder goed kon verstaan, het gaat erom dat iedereen mee kan doen, ongeacht zijn beperking. En wat hopen jullie dat het gaat opleveren, jullie programma? Marjolein wil nog iets toevoegen bij de vorige vraag. En ook? Onverwacht. Dat je niet per se eerst een afspraak hoeft te maken. Maar gewoon onverwacht altijd binnen kan komen. Dat is heel belangrijk, dat er gewoon ruimte is. En dat je dan ook nog op het laatste moment mag beslissen of je lekker niet gaat. Ja. Wat hopen jullie dat deze week oplevert? Wat willen jullie bereiken in Hilversum? Nou, eigenlijk dat hoorde ik net van Marjolein. Is er nog meer wat je daarover kunt vertellen? Nou, niet zoveel. Maar wel dat we willen dat de horeca bewust is van toegankelijkheid. Zijn ze dat nu nog te weinig? Dat gaan we toetsen. Ontzettend bedankt. Wat fijn. En wat fijn dat jullie er allebei eventjes bij konden zijn. We hopen dat het een hele geslaagde kroegentocht wordt. En dat je daarna op elk moment, dat zou eigenlijk het streven moeten zijn, op elk moment dat je eraan toe bent, even een drankje kan gaan doen. Dank je wel. Dank je wel. Dat was de LFB in Hilversum. En we gaan eventjes door, want ondertussen zien we al Claudia Marinelli van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie, een hele mond vol, het LKCA.
Claudia, neem de show maar eens even over. Dankjewel, René. Ik ben Claudia. En ik ga zo meteen in gesprek met Tine Veldhuizen, directeur van Special Art. En Brian Proost, acteur bij theatergroep Spotlight, over de Special Art Roadshow. Maar we gaan eerst een filmpje bekijken. En daarin zien we het volgende. Op volgorde hoor je regisseur Marta Potter, acteur Brian Proost en regisseur-coach Oda Spelbos, bekend van de serie Flikken. En tussendoor zien we beelden van toneelrepetities waarbij mensen lopen en dansen met een koffer. Ook schooltafeltjes en een stoffenhart zijn betrokken in de interactie tussen spelers. We gaan nu even kijken. Wij zijn in Theater de Glasbak. Onze theatergroep Spotlight komt hier twee keer in de week om te repeteren. Wij zijn bezig geweest met het geheim van de koffer. Bedacht door onze eigen acteurs en actrices. En het acteren is iets wat ons bindt, want dat vinden we allemaal leuk. Maar het belangrijkste is, wees gewoon jezelf. Dus ja, leer van de dingen en kijk hoe jij het aan kan pakken en vertrouw ook in jezelf, dan vertrouwen de anderen ook in jou. De energie die we met elkaar hebben, en dat is echt heel fijn. En op een gegeven moment kwam Oda erbij en die heeft tips gegeven. Deze groep is soms heel erg puur. Ja, er zit ook wel eens eentje tussen dat je denkt, nou die zit er helemaal niet bij vandaag. Maar het is vaak bewonderenswaardig geconcentreerd en heel puur. Ja, als het fout gaat, is het natuurlijk ook niks leuker dan dat. Maar dat is bij ons op het toneel ook niet. Als iemand een fout maakt, dan staan wij ook allemaal onze gezichten te verbergen, want dan hebben we de slappe lach. Doordat Oda bij ons is gekomen, een professional uit het vak, hebben ze wel het gevoel gekregen, wauw, en zij komt voor ons. Ik heb bij de schrijvers van Flikken bijvoorbeeld gevraagd, zouden we niet eens een keer een rol kunnen schrijven voor iemand met een verstandelijke beperking? En die waren daar best voor in, want het is leuk als je in film, televisie en theater een afspiegeling van heel Nederland of de wereld hebt. In ieder geval heeft het mij wel heel erg aan het denken gezet, oh, wat zou ik hiermee kunnen doen? Ik vind dat wij gewoon meer kansen moeten krijgen om te laten zien, we horen de... Ja, we horen erbij en we kunnen meer dan dat we denken. En dat willen we ook aan het publiek laten zien, dat we dat gewoon kunnen. Ja, Brian, dat maakt wel heel nieuwsgierig naar hoe het stuk helemaal is geworden. We hebben de repetities gezien. Je bent nu in Theater de Flint in Amersfoort. Ja, dat klopt. En je hebt vanochtend op een groot podium mogen spelen. Ja, dat klopt. Hoe voelde dat? Ja, het voelde heel goed om weer eens een keer voor na zoveel jaar voor zo heel groot publiek te spelen en ja, dat was gewoon heel leuk om weer eens weer te doen, dus ja. En kreeg je een groot applaus? Zeker, aan het einde kregen we een heel groot applaus en wat ik zo leuk vind, het publiek zat er natuurlijk, dus de hele keer hoor ik ze heel hard lachen om wat we deden met die cover. Dus ja, het was wel leuk om af en toe te zien hoe het publiek daarop inging. Dus dat vind ik wel heel leuk, ja. Oh, mooi. Mooi dat het publiek begreep en waar jullie mee bezig waren, dat het goede respons had. Wat mooi. En wat vind jij zo leuk aan toneelspelen? Ik denk dat het belangrijkste is om gewoon aan de mensen, het publiek, te laten zien wat wij geoefend hebben. We hebben heel veel keren natuurlijk gerepeteerd voordat we uiteindelijk hier konden optreden. Dus ja, we hebben heel hard geoefend. Dus
ja, het ging gewoon, ja, heel goed. Dus het ging supergoed. Mooi. Ja, want dus, dat doe je niet zomaar toneelspelen. Daar moet je veel voor oefenen. En wat, heel heb veel. Je, wat heb je de laatste tijd vooral geleerd? Kun je daar iets over zeggen? Ik heb geleerd om gewoon, mezelf te zijn. Dus gewoon mezelf en ja, mijn eigen rol natuurlijk te spelen. En mijn eigen inbreng daarin te brengen. En ja. Dus echt ook je inleven in de rol, maar daar ook echt jezelf ook in zijn. Ja, en natuurlijk ook. Natuurlijk hebben we heel veel geleerd van, ja, nou, laat ik haar maar noemen, want Ola Spelbos leert ons heel veel, want zij is iemand, ja, zij is een theatermaker, wij zijn ook theatermakers, dus we leren van elkaar. Dus zij heeft ons leert hoe wij het beste, ja, kunnen spelen. Dus, ja. Oh ja, hoe je nog beter kon worden. Ja, ja. Dankjewel. Tine, je bent directeur van Special Arts. Kun je even kort vertellen wat Special Arts is? Ja, wij zijn een landelijke organisatie die stimuleert dat mensen met een beperking aan kunst kunnen doen. En ja, we zeggen het eigenlijk in één zin vaak, wij creëren kunstontmoetingen die bijdragen aan een inclusieve en meer toegankelijke wereld. En daar doen we dus ook voor theateractiviteiten. Ja, mooi. En waarom deze één actor, waarom heb je hiervoor gekozen dit jaar? Elk jaar staat één van de kunstdisciplines groot in de spotlight. Dit jaar is dat dus theater. En wij weten dat er enorm veel groepen zijn die ook voor mensen met een beperking die aan het theater doen. Maar die zijn vaak nog best wel verstopt. En tegelijkertijd weten we ook dat er een hele grote groep van professionele theatermakers, film, televisie, mensen is die deze vorm van theater nog nooit hebben gezien. En dat willen we in dit project bij elkaar brengen. En vandaar zitten we nu vandaag in de Flint. In Theater de Flint, ja. Hè, met het mooie podium. En vorige week waren we in Eindhoven. Daar was Willemijn ook bij. En zo brengen we eigenlijk al die groepen en dat netwerk bij elkaar. En ja, dus dan zeggen wij, dan gaat er iets gebeuren. Ja. Ja. En wat is jou vooral bijgebleven van de laatste maanden dat jullie gerepeteerd hebben? Ja, wat je bijblijft is ook, want wij zeggen steeds, het is niet dat de ene groep iets aan de andere leert. Het is die samenwerking, die kruisbestuiving. En als je dan ook terug hoort van een Oda Spelbos, maar ook van een Alex van Bergen, hoofdrolspeler van Soldaat van Oranje, dat zij dus eigenlijk benoemen van dat plezier wat je ziet in het spel, dat zij zoiets hebben van, dat zie ik, ja, dat wil ik ook weer. Of ze genieten van hun werk, maar hier zit iets anders, een andere dynamiek. En die openheid en die puurheid en daar gewoon staan en spelen, en soms zonder een drempel, ja, dat is een beetje jaloersmakend, denk ik. Dus wij zeggen nu van, we steken heel veel mensen aan, we planten zaadjes, en dan gaan we kijken waar het naartoe groeit in de toegankelijkheid en in inclusiviteit. Dat is heel mooi om te horen, dat spelplezier. Dan wil ik jullie tot slot van dit gesprekje ook nog vragen naar jullie droom voor de toekomst. Wat zou je nog heel graag willen? Brian, wat zou jij nog heel graag willen? Wat is jouw droom? Ja, gewoon eens kijken bij zo'n dag meedraaien met een echte musical. Dus het lijkt me leuk om eens een keer daar te kijken van, hey, wat doet zo'n musicalster nou voordat het resultaat uiteindelijk klaar is. Hoe zit dat dan in elkaar? Dus ja. Nou, als er iemand van een musical kijkt, dan moet hij maar contact met jou opnemen. Dat moet te regelen zijn, denk ik. Heel leuk. Tine, en wat is jouw droom? Ja, mijn droom is inderdaad heel veel mensen met alle bijzondere vormen van theater of kunst bekendmaken. Maar dat het dan dus bijna, nou, dat het gaat vloeien, dat het automatisch al bijna wordt dat je elkaar gaat opzoeken. En hoe mooi zou het zijn als we even kijken naar ons Eén Acte Festival. We hebben vandaag ook iemand die presenteert, die organiseert altijd een regionaal Eén Acte Festival. Maar dat je daar dus gezamenlijk ook aan mee gaat doen. Dat het dus eigenlijk in alle lagen al gaat gebeuren. En ik denk dat het kan. Ja, en ik weet dat het kan.
En ik denk dat het gewoon begint met kijken. Alles begint met kijken. Mooi. Nou, dank jullie voor dit gesprek. En als het mensen nieuwsgierig heeft gemaakt, kunnen ze nog op 11 oktober in het AFAS Theater in Leusden gaan kijken naar de Special Arts Roadshow. Dus via de website van Special Arts kunnen jullie daar informatie over vinden. En dan verder wilde ik nog even de kijkers wijzen op twee bijeenkomsten van het LKCA deze week. Op 6 oktober is er een masterclass over de toegankelijkheid van evenementen met name. Dus vooral voor culturele instellingen. En op 7 oktober een workshop over digitale toegankelijkheid. En als jullie nog meer tips en goede voorbeelden willen van kunstbeoefening, dan kunnen jullie op de website van het LKCA kijken bij de agenda inclusieve podiumkunsten en bij de landkaart inclusieve podiumkunsten. Dat was het. Dank jullie wel. Tot ziens. Dankjewel Claudia Marinelli van het LKCA, het Landelijk Kennisinstituut Cultuur Educatie. En natuurlijk ook Brian en Tine, wat een ontzettend mooie bijdrage. Theater, podiumkunsten en dan mocht je natuurlijk ook de dans niet vergeten. Op dit moment zijn de jaarlijkse dansdagen aan de gang. En ook daar wordt de Week van de Toegankelijkheid aangegrepen om extra aandacht te vragen voor toegankelijkheid op alle gebieden. Dus zowel toegankelijkheid voor de dansers zelf, toegankelijkheid voor de mensen die komen kijken naar de dans. En wie daar meer over kan vertellen is Martine. Zij is een van de mensen die daar behoorlijk wat over te zeggen heeft. Kan je je voorstellen, Martine? Ja, goedemiddag. Fijn hier te zijn. Mijn naam is Martine van Dijk en ik ben zakelijk directeur van de Nederlandse Dansdagen. Ja. En jullie zijn dus volop bezig met toegankelijkheid ook tijdens deze dansdagen. Ja, dat klopt. Dat is zeker een belangrijk onderwerp voor ons. We zitten nu midden in het festival. En we proberen dat aan alle kanten te doen en ingangen te creëren voor zowel artiesten als het publiek, waarbij we ook zelf nog een lange weg te gaan hebben. Maar het is zeker onder de aandacht. Ja. Waarom is het zo belangrijk? Want niet iedereen die bijvoorbeeld ook nu naar ons zit te kijken, die gaat regelmatig naar een dansvoorstelling. Waarom is het zo belangrijk dat toegankelijk is? Omdat ik vind dat iedereen van kunst moet kunnen genieten. Ja. Dat is aan de publiekkant, maar ook dat iedereen op het podium moet kunnen staan. Dat wil zeggen, als je de talenten hebt daarvoor en dat ook een afspiegeling is van de maatschappij waarin we leven. Ja, wat mooi. Nou, kijk, over dans kan je wel praten. Dat is eigenlijk net een beetje als over humor, maar dan gaat de lol er lang genoeg, een beetje snel genoeg vanaf. Dus we moeten eigenlijk even ernaar kijken. We gaan eventjes kijken naar een filmpje. Het is zo lekker om je lichaam te volgen en echt in het moment te zijn. Dans heeft eigenlijk echt mijn hele leven veranderd. Het heeft me zoveel gegeven. Ik denk dat dans juist echt het gevoel heeft gegeven van ultieme vrijheid. Maar ook het breken van barrières, het breken van vooroordelen. Ik wil echt die kracht en die positiviteit die ik heb van mezelf, die wil ik ook laten zien in mijn dans. En ik hoop dat mensen dat meekrijgen. Redwan Atjeet, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Of Redo, mag ik gewoon zeggen, toch? Die zagen we dansend in beeld, eigenlijk in een halfpipe. En je hoorde hem ook aan het woord. Hij is dus een van de dansers die een hele prominente rol heeft tijdens deze dansdagen. Redwan is ook aangeschoven nu in de livestream. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Mooi filmpje, man. Dankjewel. Ja, dankjewel. Het is, we zijn hard bezig hier bij de dansdagen. Ja. Ik naast de campagne, wat een supermooie campagne is geworden, presenteer ik iedere dag ook een serie op Pad met Redo, waarin ik alle bezoekers meeneem in een kijkje achter de schermen bij de Nederlandse dansdagen.
En heb ik afgelopen zaterdag zelf ook opgetreden op het podium. Dus het zijn leuke en mooie dagen. Ja, geweldig. We hebben je ook gezien tijdens het Songfestival. Daar danste je op Eefje de Visser. Klopt, ja. Dat was een hele mooie samenwerking. Wat betekent, we hebben het over toegankelijkheid, een beetje een droge term zo, maar het betekent heel veel. Wat betekent het voor jou? Ja, eigenlijk niet buitengesloten worden. Altijd de mogelijkheid hebben om voor wat voor omstandigheden ook toch nog gewoon je pad te kunnen bewandelen en niet tegen worden gehouden door dingen waar je zelf niet echt de controle op kan hebben. Voor mij betekent het toegankelijkheid is iets waar iedereen, maakt niet uit je achtergrond, je situatie, gewoon recht op moet kunnen hebben. En zeker in de kunsten. Juist. Want jullie hebben daar vanmiddag ook een gesprek over. Time to act heet dat, zeg ik dat goed? Ja. Wat, ja. Waar, time to act, het is tijd om wat te doen. Wat moeten we doen? In actie komen, denk ik. En dat is misschien raar om dat te doen aan de hand van weer een volgend gesprek. Maar daar is wel een duidelijke aanleiding voor. Omdat er op Europees niveau nu de eerste bevindingen van een rapport zijn verschenen over de podiumkunsten. Wat gaat eigenlijk over de barrières die mensen met een beperking, zowel publiek als artiesten, ondervinden om deel te kunnen nemen aan de podiumkunsten. Dus het pleidooi wat Redo net hield, hè, dat het zo zou moeten zijn, daar zijn we helaas nog niet. Time to act, tijd voor actie, niet alleen maar blijven praten. Dus we starten weliswaar zo met nog een volgend gesprek, maar wel met als doelstelling om volgende stappen te kunnen nemen. Nou, Claudia Marinelli die refereerde daar straks ook al aan, hè? Dus de agenda inclusieve podiumkunsten hebben we, wat is het, in 2019 was dat al, eind 2019. Hebben we die afgerond, maar wel met de bedoeling van, nou, waar zijn we dan over 4 jaar? Dus we zijn aan het monitoren, we zijn stappen aan het nemen, maar we moeten ook met elkaar in gesprek blijven. En dat gaan we straks doen. En ik ga nog even terug naar Redo. Want wat is, ook voor mensen die niet zo vaak naar een dansvoorstelling gaan, wat wil jij als danser dat mensen voelen? Wat wil je dat ze meekrijgen van een voorstelling? Nou ja, allereerst is dans natuurlijk een kunstvorm waar soms het woord stopt, kun je met dans dingen in beweging heel erg goed tot uiting brengen. Dus allereerst is het genieten, is het op een hele andere manier geïnspireerd kunnen raken. Bepaalde emoties in de combinatie met muziek en beweging is iets wat voor een dansvoorstelling uitzonderlijk is. Wat je met het menselijk lichaam kan doen. En allereerst hoop ik dat mensen dus op een hele andere manier geïnspireerd kunnen raken. Juist van die combinatie van toneelbeeld, dans en muziek. Dus een dansvoorstelling is een experience op zich. Ja, want hoe breakdance bijvoorbeeld is natuurlijk niet ooit bedacht als podiumkunst. Hoe maak je daar nou een podiumkunst van? Breakdance komt echt letterlijk van de straat, om het maar zo te denken. En het is zeker ook in battlesferen kan het ook heel competitief zijn. Maar het is toch ook een hele creatieve outlet. Waar je juist op een hele andere manier je creatief tot uiting kunt brengen. En is het juist ook een kunstvorm waarbij mensen, ongeacht waar je vandaan komt, wat je kwaliteiten zijn, je kunt jezelf daarin heel erg ontwikkelen, ook in je eigen stijl en met je achtergrond. En dat is iets waar ik me heel erg tot uiting kon brengen. Om ik vond iets waar ik eigenlijk van iets wat gezien wordt als misschien een zwakte, kon ik daar mijn kracht van maken. En ik denk, alles wat je ontwikkelt tot iets verdient een podium. Of iets wat mooi is, iets wat ergens vandaan komt. En wat het ook is, als je dat op een podium neerzet en uitlegt, dan kun je ook dat verhaal vertellen. Dus het maakt niet echt uit waar het vandaan komt of hoe het gecreëerd wordt. Als je het kan overbrengen op een publiek, is het wel zo mooi als je... Ja,
als je dat op verschillende manieren kan doen. En ik denk juist, en dat is zo mooi op een podium ook in het verschil. Je kan juist op een podium iets heel anders laten zien dan dat ik bijvoorbeeld in een battle of in een competitie laat zien. Ja. Dus dat verdient ook de aandacht. En je ziet nu ook steeds meer dat dansers van die achtergrond het juist kiezen voor het theater. Omdat je dan ook net een soort ander verhaal kan neerzetten en kan belichten. Juist. En hoe gaan jullie dan, Martine, ervoor zorgen dat meer mensen dat kunnen meemaken? Ik weet niet. Ja, daar moeten wij voor zorgen, maar daar moeten we met elkaar voor zorgen. Juist. Ik zie dat echt als een keten. Iedereen moet zelf in actie komen, maar je kunt het niet bij één specifieke groep neerleggen. Dus dat zijn alle betrokkenen. En als we dat met elkaar beetpakken in heel die keten, dan denk ik dat we stappen kunnen zetten. Dus wij zitten straks ook aan tafel met een viertal gasten. Waaronder Christiane Matthijssen van het ministerie van OCMW. Dus dat is meer dan de beleidskant. Maar ook met Marijt Helmink, een directeur van een podium. Met Sonja Parmentier, zelf danseres in een rolstoel. En dan vergeet ik nog Bas Rooyen, die aan tafel zit en die de artistiek directeur is van Theaterwerkplaats De Jury en het recent opgerichte Compagnie 21. Hè, een nieuw inclusieve compagnie in het danslandschap. En ik geloof heel erg, als we dat met elkaar beetpakken, dus van al die verschillende invalshoeken, dan kunnen we het verschil gaan maken. Durven samenwerken en durven over je eigen schaduw heen te stappen en het beetpakken en dus in actie komen. En hoe ga jij dat dan merken, Redo, denk je? Wat je nu merkt. Wat je nu merkt is inderdaad wat Martine ook al zei, is dat we al jaren met elkaar aan tafel zitten en dit soort gesprekken hebben. En dat hopelijk Time to Act, die titel is denk ik niet voor niks verzonnen, dat we daar echt moeten gaan schakelen en echt moeten gaan bewegen. Dus ik ga het pas merken als er daadwerkelijk ook in actie wordt gekomen. Ja. Ik denk dat ik het minder ga merken als de aanvragen voor dit soort gesprekken wat minder worden. Haha, kijk eens. Nou, dan is dat het doel. Allebei. Redo en Martine, ontzettend bedankt dat jullie in je enorm drukke schema even tijd voor ons hebben gemaakt. En we wensen je goede gesprekken en vooral veel acties. En dat we er ook eigenlijk wat van gaan voelen. Blijf dansen, blijf mooie voorstellingen maken. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dank je wel. Goedemiddag. Zo zeg, theater, dans en allerlei, zelfs een kroegentocht in of een beetje leren omgaan met je rolstoel in Leeuwarden. Je kan alle kanten op deze week in de Week van de Toegankelijkheid. Er is nog veel meer te doen. Op de site van de Week van de Toegankelijkheid staat ook wat waar te doen is. Ilja Soffer, directeur van Iederin, aan het begin van het programma was ze er ook al even bij. En jij hebt meegekeken, meegeluisterd. Wat zie jij hier nou gebeuren? Nou, wat ik ontzettend mooi vind om te zien is hoe, letterlijk hoe diversiteit eruit ziet. En als je dus ruimte creëert, en de Week van de Toegankelijkheid is feitelijk ook een podium voor het onderwerp toegankelijkheid. En het is eigenlijk ook een zaal voor mensen die zich bezighouden met toegankelijkheid. Dat als je aan die brede diversiteit ruimte geeft, dat er gewoon hele mooie dingen ontstaan. En dat, ik zal nooit zelf vergeten dat ik een keer in een zaal kwam waarin ik moest optreden, spreken dan, met iemand in een rolstoel. En dat wij het podium niet opkwamen met die rolstoel. Dus dat de hele zaal moest omdraaien. Dus het publiek moest op het podium gaan zitten. En de vrouw in de rolstoel en ik stonden in de zaal. Omdat we niet letterlijk het podium niet opkwamen. Nou, dus als het gaat over mensen met een beperking in de ruimste zin, ze zijn niet alleen maar publiek met een plekje ergens in een hoek. Ze zijn ook maker, danser, kunstenaar. Ze zijn niet alleen maar, zeg maar, de mensen voor wie iets moet gebeuren. Ze zijn ook zelf aan het werk. En als je het samen met hen doet, dan wordt het beter en diverser. Daar gaat de week over. En ik vind Redo's credo wel heel erg mooi. Laat dit over een aantal jaar gewoon helemaal niet meer nodig zijn, omdat toegankelijkheid dan de norm is. Standaard, precies. Wil jij de week voor ons openen? Ik denk dat het wel zo'n beetje tijd is.
Dan verklaar ik hierbij de Week van de Toegankelijkheid geopend. Ja. En dat moet natuurlijk ook weer. Precies. Met muziek. Want een beetje muziek hoort er natuurlijk bij. We gaan nog even kijken en luisteren naar Do A Dilly Do, Friend Like You, van de film, superleuk film trouwens, Missing Link. Is dat de soundtrack? Een nummer van Walter Martin. En dat is vertolkt door de horende tolk, gebarentaal en muziektolk Mirjam Stolk. Met dit nummer gaan wij de Week van de Toegankelijkheid in. We wensen jullie een hele mooie week. En dank allemaal, alle mensen in de Zoom en iedereen die heeft gekeken voor vandaag. Dank jullie wel en veel plezier met Mirjam. Oh, what a mystery this crazy world can be. And all the wild stuff that I've been through. Searching all around for something true. Went clear from here to Timbuktu. Till I finally found a friend like you. No, but I'm not too sure what I'm always searching for. But I'm searching each day till the day gets late and I wake up on the floor. Buddy, I don't know just where that river flows. Yeah, all I see that's guiding me is the fuzz on the end of my nose. Oh, but I believe in destiny or whatever it is that brought a friend like you to me. So we say, da-dee-dee, da-dee-do, do-dee-do, da-da-do, da-dee-dee, da-dee-do, do-dee-do, da-da-do, da-dee-dee, do-dee-do, da-dee-do, da-da-do, da-dee-dee, do-dee-do. Yeah, a friend like you. Buddy, I know you've got my back. You even laugh at my cheap wisecracks. And if I fell down, I got turned around, you put me right back on track. So I'm looking out for you. Cause buddy, I'm a good buddy too. And if you're in despair, you know I'd be there. Cause that's what good buddies do. Like you.